Oh, dit is zo vervelend. Goedemorgen deze woensdag. Ik ben net wakker en ik heb zo gezin om mijn bed uit te gaan. Ik lig zo lekker. Ja, ik zal moeten, ze slaapt nog. En we hebben echt geen planning vandaag. Ja, ik vanavond, maar het wordt ook echt slecht weer. Dus we'll see. Opgemaakt, aangekleed. Vind ik scherp? Ja. Gewoon even simpel. Ik heb dit shirt aan met die Victor en Rolf schetsprint. En een spijkerbroek van Friends Connection. Schoenen doe ik dadelijk, want ik ben voorlopig nog even lekker thuis. En even wat eten nu. Zo irritant. Ik doe meestal 's avonds editen en dan doe ik hem overdag renderen, omdat dat heel erg lang duurt. Heb ik al mijn video's zitten renderen, heeft hij een ander bestandstype waar ik helemaal niks mee kan van gemaakt. Nou kan ik al die video's opnieuw gaan renderen. In ieder geval de eerste had hij gedaan en de andere vier video's niet. Oh, dit is zo vervelend. Nou, hij loopt weer en ik mag gewoon weer 5 kwartier wachten. En hij staat nu al een kwartiertje aan. Echt stom. For you. Ik ben mijn spullen aan het pakken, want ik ga zo de deur uit. Ik ga weer naar de bioscoop. En ik moet opschieten. We hebben echt net gegeten. Maar de film begint of heel vroeg of heel laat. En daar had ik geen zin in, want dan lig ik helemaal laat op bed. Niet. Wordt over 3 minuten opgehaald, dus ik ben nog mooi op tijd. Mama. Ja, schat. Ik wil niet dat je weggaat. Ja, pap blijft bij jou. Is je meloen lekker? Oh, ze is nog lekker meloentje aan het eten. Is het lekker? Geniet er maar lekker van, mom. We hebben lekker verwilderd haar. Kom ik thuis. Het is 9:15 nu. En Marco en Sarah liggen gewoon al op bed, samen. Dus het is heel gezellig hier. Ik ben trouwens naar The Fast and the Furious, Hobbs & Shaw geweest. Ik vind het een hele goede film, dus als je hem niet hebt gezien, vind ik het echt een aanrader. Ik vind alleen dat de film heel erg weinig met The Fast and the Furious eigenlijk te maken heeft. Ik vind het meer gewoon Hobbs & Shaw. Maar hij is dus wel heel erg goed en een aanrader. Ik zit echt vol, want ik had net gegeten. En ik had een hele grote popcorn daarna. En die heb ik ook helemaal leeg gegeten. Dus het is echt erg. Ik denk nou, dan ga ik nog even editen. Maar mijn computer moet opstarten. Dus ik heb mijn spelletje weer gepakt. En ik word de hele tijd geappt. Maar ik ga nog even een potje spelen. Terwijl hij aan het opstarten is. Ik moet een beetje zacht praten. Want Marco en Sarah liggen natuurlijk al te slapen. Maar ik heb vandaag volgens mij echt best wel weinig gevlogd. Ik weet niet, het was gewoon een beetje een gaardag of zo. Nou, dat is ook niet waar. Want we hebben wel dingetjes. Gewoon, maar gewoon niet boeiend. Dus even goed mijn make-up te afhalen. En dan ga ik lekker ook in bed. En ik zag dat ze ook in ons bed lag. Dus we zijn samen naar bed gegaan net. Dat is gezellig. En ze slaapt gelukkig altijd wel heel rustig. Dus dat is altijd wel gewoon leuk. Sommige mensen zijn daarop tegen als je kind af en toe in bed slaapt. Ik vind het gewoon gezellig. En nu is ze nog klein. Dus wil ik er ook nog wel van genieten dat het nog kan. Door als ze 18 is of zo, dan wil ze daar niet meer in bed slapen. En het gaat allemaal veel te snel. Ik kan niet meer spelen met mijn gezicht. Ik ga even mijn gezicht wassen en dan tanden poetsen en lekker slapen. Ik hoop dat het toch nog een beetje een leuke vlog was. Ondanks dat hij echt heel kort was volgens mij. Bedankt voor het kijken en dan zie ik je morgen.